Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Garde van Gert. Vandaag met een chef die jarenlang de sterren van de hemel kookte in zijn restaurant de Belle Fleur. En vandaag een zeer goede coach is voor zeer jong keukentalent, zoals ik. Jan, welkom. Ik pakte al helemaal op mijn adem voor heel jong keukentalent. Je verwachtte iemand anders. Nee. Wie gaat er hier nog bij komen? Ik ben het jong keukentalent, okay, Jan. Ja, voilà. Wat gaan we eten vandaag? Zoals altijd, simpel dingen. Maar ja. Simpel dingen die heel tasty zijn. Dat is het soort keuken dat ik het liefste maak. Mm-hmm. Wij gaan Sint-Jacobschelpen grillen. Ik vind dat dat een heel goede manier is om die te geven. Dat die blijven die zo puur natuur mogelijk. Ja. We gaan een béarnaise kloppen. We gaan er wat krab bij doen in de béarnaise. Mm-hmm. Echte kinkrab. En we gaan daar een klein beetje gestoomde patatjes bij maken, mm-hmm, waar we wat sprot gaan onder doen. En dan hebben we een heel schoon, zeggen, die sprot geeft dan een intens zoute smaak aan. Ja. En dan heb je feitelijk een heel schoon balans, die coquilles, heel puur, dat béarnaise een beetje gezuurd, hè, met die krab bij, en dan een beetje stoom. Ah, wel, het is spek naar mijn bek, zoals ze zeggen vandaag. Hoe? Ja. Ja, zeg maar, ik ben volledig ter uw beschikking. Ik ga niet overdrijven. Dat gaat genoeg zijn. Gewoon patatjes schillen in stukjes en opzetten. Ja. Met een beetje water. Daar gaan we de dingen mee maken. Daar gaan we de stomp mee maken. Dan gaan we... Doen we misschien stiekem eentje bij doen, dat we zeker genoeg hebben. Ja, je weet, ik kan goed eten. Hè, ja. Ja, voilà, c'est ça. Ik ga ondertussen de boter al smelten. Even iets over de coquilles, Jan. Je kunt dat kopen diep gevroren. Nou, dat is geen aanrader. Geen aanrader. Nee. Je kunt die als particulier, als je het nu het leven niet te moeilijk wil maken, kun je die ook in de vishandel uitgestoken kopen. Ja. Ook hier uitsteken, dat is iets, ja, dat die, niet alleen vuilwerk, je moet precies weten hoe je dat moet doen. Je moet die goed spoelen, want er kan zand in zitten. Ik heb het al eens gedaan thuis en ik vond dat wel, ja, nog meer voldoening van ja, 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 maar dat is wel zo. Maar laat zeggen, je kunt ze vrij goed in de handel kopen. Grote chef, zeggen die eens even, maar dat is mijn ding niet. Eerst aan, hè. Ah, moet dat eerst aanzetten, ja. Zoiets. Oei, oei, oei. Dat is, ja, dat is wel een trick. Ja, dat is toch helemaal anders dan vroeger. Ja, ja. Wat dat, bijvoorbeeld, als je dan echt coquilles keurde, wat dat wel interessant is om te weten, dat is dat er coquilles zijn die komen van zandgronden en coquilles die komen van rotsgronden. En die van zandgronden, daar zit zand in, en die van rotsgronden zijn dus veel beter van kwaliteit. Ik heb mij altijd laten vertellen dat de Fransen het beste zijn, of? Ja, ik vind dat niet. Ik vind de Schotse het beste, omdat er heel veel rotsgrond is. En die mannen in Schotse rotsen. Die mannen in Schotland, die gaan die dus echt duiken, hè? Die duiken achter die coquilles. Maar ze kunnen daar niet mee netten werken, met die rotsbodems. Hè? Dus handgeplukte... Handgeplukte coquilles zijn zaak. Tussen naakjes, ik ben al een beetje dragon aan het plukken. Hè? We gaan voor het béarnaise, de klassieke dragon. Zeg nog even over de coquilles, het seizoen. Dat is niet heel het jaar, toch niet? Hè? Nee, het is niet heel het jaar, coquilles zijn zaak. Ik zou zeggen, volledig samenlopen met mosselseizoen is overdreven, maar het zit een beetje in dezelfde richting. Oké, okay, zo kunnen mensen het eigenlijk zien posten om te houden, misschien. Die mosselen met die maand, met die eerst, dat klopt ook niet helemaal. Dat seizoen is langer. Maar dat was omdat ze vroeger te weinig koeltransporten hadden. Dat is genoeg estragon, dat moet niet te veel overheersen. Dat is voor u nu een béarnaise strak, of? Dat is voor een béarnaise. Ja, okay. Die boter is aan het smelten. Klassiek, hè? Klassiek béarnaise. Gewoon die dragon al wat versnijden. Maar die coquilles Saint-Jacques, ik vind dat echt zeer... Maar ik vind veel dingen heel lekker. Maar coquilles Saint-Jacques vind ik echt zeer lekker. Bijvoorbeeld ook rauw. Hè. Ja, maar dat is super. Kunnen zo... Hè? Als we er straks nog een beetje van over hebben, zo... Wil je er eentje rauw? Boah. Dat gaan we opzij zetten. Die boter moet gesmolten zijn, maar die moet niet heet zijn. Hè. Dat is niet nodig. Die estragon die nou ook aan de kant. Wat dat bijvoorbeeld ook, als je dan toch aan het, experimenteren, lekker dingen met coquilles Saint-Jacques wil maken, dat is bijvoorbeeld tartare. Coquille Saint-Jacques, rauw, in tartaar versneden en dan een beetje aangemokt. Amai, amai.
Ze kunnen zo lekker zoet zijn ook, hè? Ja, soms. Dat, en dat is zo. Goeie, hè? Ja. Ik ben ooit met zo'n mannen die zo'n kokkies gingen duiken in Schotland mee geweest, maar dat toont toch op geen tweede keer. En waarom niet? Wel, die hadden een ander idee over een rustige zeegelkik. Ah, is dat gevoelig aan zeeziekte, Jan? Nee, maar ik wil wel graag blijven weten waar dat onder en boven is. Die staan op, die mogen vol een damp gaan. We gaan er al een klein beetje zout in doen. Je mag dat ook doen, alsjeblieft. Ik denk dat ze niet graag hebben dat we te veel zout gaan gebruiken, want dat is al wat ik gekregen heb. Ja, alles is gerantsoneerd. Ja. Dat is ook heel duur, hè? Je houdt het budget van het programma de hoogte. Ik denk dat er toch nog ergens de illusie bestaat dat ze mij gaan leren gezond koken. Dus. Dat staat op, die boter staat opzij. Ik kan er toch een dekseltje op zetten, want dan gaat dat wel rappen. En dan hadden wij hier... Ja, dat is een goed idee. We hadden hier ook een grillpan. Ergens heb ik... Lasse. Ja. Fantastisch. Die gaan we al zachtjes een beetje opzetten, dat die een beetje verwarmt. Dus die gaan we gewoon niks meer doen, of wat? Beetje peper en zout. Die grillpan even inolien. Kokkies en Jacques erop. Even draaien, niet te lang. En genoeg. Dat staat goed. Nou, dat zie ik. Dat staat vol een bak. Terwijl ik de BRN's maak, wil jij eventueel die krabben nog eens bekijken. Wat je ermee mee gaat doen. Ja, dat vlees moet eruit, zeker. Ja, de bedoeling is dat je die op de elleboog... Ja, of je kunt die breken op de elleboog. En dat je die dan feitelijk... Je kunt die... Wacht, hè. Ja. Je kunt die gewoon met een mesje open iets. Zie je dat? Ah ja, oké. Dat gaat nog precies vrij snel. Ja, dat gaat wel vrij snel. En dan kun je die open doen en zo het vlees eruit halen. Nu... Als ze nu, gelukkig is er van tijd tot tijd nog eens iets waar je je geen zorgen moet over maken over de ecologische gevolgen. Hoe meer krab dat we eten, hoe beter voor het milieu. Ah, goed. En voilà. Die beesten zijn door de rust, dat zijn de Kamchatka-krabben. En die komen feitelijk dus van een andere oceaan, van Kamchatka. En de Russen hebben die een heel deel jaren geleden uitgezet. Is dat de Barentszee? Lijkt dat aan de Barentszee? En de Russen hebben die uitgezet waar dat zij... Aan de pool komen, boven Noorwegen. En die beesten hebben door zo goed gefloreerd, die zijn alle kabeljauw aan het opvreten. Dus bewijzen wij feitelijk de mensen die bezig zijn met visbestand en dienst, dus ik eet meer krab, dan zullen we meer kabeljauw hebben. Dus vooral is misschien iets te simpel. Dat is de eerste keer dat ik iets hoor dat we goed doen. Ja, het is vooral is misschien iets ingewikkelder. Misschien is het gewoon wishful thinking. Ja. Nee, ik zie net zo in gedachten van die verschrikkelijke krabben rondkrapen en al die hulpeloze klein kabeljauwtjes. En dan zit er zo'n een visser tussen dat echter zijn netjes blijven hangen en zo. Dus ik vind dat we die beesten gewoon zoveel mogelijk moeten natrooien en opeten. Deze is geen probleem, dat heb je al dikwijls gezien. Ja, maar ik blijf het toch iets vinden als ik er thuis zelf aan moet beginnen. Ja. Een heel klein beetje water erbij doen. Dus wat ben ik hier aan het opslagen? Juist eierdooiertjes, een beetje water en dragon. Voor mij blijft het moment wanneer dat een pakt nog altijd zeker verwittigen als trovide. Dat is goed nieuws uit de jaren dat we al koken. In feite moeten we een bodem in de oog houden. Je ziet dat een beetje, het begint te schuimen ook, hè, het ei. Maar als je je bodem in de oog houdt, dat begint hem op een gegeven moment aan te kleven. Ja, ik ben panisch dat hem, ik ben zo bang dat hem omelet gaat worden, dat ik soms te vlug stop en dan schift hem soms terug. Dan gaat hem soms. Ja, en dan is het hem te weinig dikte, hè. Nu, als dat dan echt, volkje en geklopt een BRN's en het is een omelet, dat is een kwestie van marketing van dat ergens buiten zetten, hè. Ik heb het heel nieuw. Roerertjes met dragon. Ja, maar ja. Je mag die aardappeltjes een klein beetje minder zetten. Als je dat niet erg vindt. Zee, die beginnen al wat dikte te krijgen, maar die kleeft nog niet aan de bodem. Hè? Zee? Maar dan heb je al wel een beetje dikte. En dan denk ik altijd, als hem aan de bodem kleeft... Nee, hij kleeft er nog niet aan. Nee.
goed in de weer blijft met klop. En je ziet op een gegeven moment, zie je hem indikken. Hè. Zou dat een idee zijn om die krep misschien even op een keukenrolpapiertje te leggen, dat die wat opdroogt? De krab. Ja, ja. Dat is die krab die wij vroeger, hè, vroeger, die blikjes Schatka-krab, dat is dezelfde. Hè. Alleen is deze vis. Dat vind ik zo jammer. Dat je eigenlijk nou nergens nog echte krabsalaat kunt krijgen. Oh, nee. Ik moet dat zelf maken. Oké, dat is dan duurder, maar wat je nu krijgt, heeft er niks meer mee te maken. Een lepeltje, nee, dat is ei en dat is surimi en dat soort toestanden. Maar nee, ik vind dat ook vaak een beetje boerenbedrog. Zo zie je, dat die begint goed te dikken, hè? Zie je? En dan plakt hem aan een bodem. Die eens kijken, zo plakt hem aan een bodem. Je moet stripjes in de bodem maken. Ja. En dan is natuurlijk de zaak van de... Vanaf het moment dat er een lekje boter bij is, is de zaak geklonken. Dan stopt het bakproces, alleen het opwarmproces. Dat is niet goed. Nu is de zaak, in die boter zit zo een witte substantie, hè? De wei. Ja. De petit-lait, zeggen ze in de Franse keuken. Die petit-lait, dat is feitelijk water. Dat is geen vet, hè. Dus een béarnaise moet vet hebben. Dus je giet eerst heel voorzichtig die boter erbij. En je houdt die wei. Zie je, die blijft helemaal van onder in de pan hangen, hè. Je houdt die in de oog. Dus eigenlijk maak jij instant geklaarde boter. Ja, zeg, je zet die krab toch niet allemaal aan het opeten, hè. Maar nu is het, ja. Ben je met je tanden erbij, het loopt al de tanden. Met zo'n blik, zo'n marihuanende blik. Ja. Ik had het wel gezien. Straks heb ik weer te weinig krab meegebracht. Lieg het erom aan. Hier, kijk, nog volledig intact. Want deze is natuurlijk zo'n stukje. Daar kunnen we niks mee doen. Hè. Oh, het is weer bij de stukjes waar je niks mee kunt doen. Daar mag een beetje azijn bij. Sherry-azijn in dit geval. Ik vind dat een lekkere azijn. Hoe heet? Dus ja, ik was even bezig, maar soms doen ze het ook gewoon met geklaarde boter. Hè? Maar dat is eigenlijk wat jij ook hebt gedaan door hem niet volledig... Hetzelfde. Ja. Ik heb de zaak niet ingewikkeld gemaakt en ik heb het gewoon in één pannetje gedaan. Maar er zijn er ook die gewoon alles erin doen, hè? Kan. Er zijn verschillende manieren om béarnaise te maken. En ook soms met kouboter, heb ik ook al gezien. Ook al. Of als uw béarnaise echt te ver ontgaan is. Hè, dat je de stukjes koude boter erin pulkt. Zo'n klein plakjes koude boter en ze doorslaagt. Zeg maar, als je een keer klontertjes hebt van je ei, dan is het omzeep. Dan kun je niet meer trucken van tevoren voordat de... Als een béarnaise draait, dan kun je nog iets om doen. Je kunt het terug oppakken. Met een beetje warm water. Niet op een beetje warm water. Gelijk naar mayonaise, vaat ik precies hetzelfde. Ja, okay. Er zijn veel overeenkomsten. Goed. Dat is genoeg. En daar kan ook niks meer mee gebeuren. Hè? Kan als je niks staan... meer gebeuren. Nu moeten we ons alleen even bezighouden met de aardappeltjes. Nou, denk eens proeven. Ik denk dat ook belangrijk is. Dan moeten we nog heel even wachten voor die aardappeltjes. Zeg, en deze moet dat in kleine stukjes of zo? Dat mag in kleine stukjes. Ja, dat mag. Echt, zo, hè. Zo. Dat gaat in de saus dat eigenlijk. Dat gaat in de saus. Maar dat ga je niet allemaal gebruiken, hè. Pardon? Dat ga je nooit allemaal gebruiken, dat kan ik me niet inbeelden. Kunnen we misschien even wachten voordat we de overschot opeten, voordat we zeker weten dat er overschot is? Ik heb gezien, dat is dan niet zo'n enorme hoop... Ja, maar er mag wel veel krap in, hè. Vind ik. Is dat ook een klassieker zo? Dat is ondertussen een klassieker geworden. Dat is zo, ja, ik heb wel eens een kreeftenbeernijs gegeten, maar dat is hetzelfde principe. Dat is hetzelfde principe, ja. Ik ga ondertussen ook die sprot al snijden. Die sprot, dat is... Je kunt dat allemaal gewoon kopen in een vishandel. Hè. Ook die krabbenpoten. Hè. Er zijn vishandels waar ze die vers hebben en bepaalde seizoenen als ze die vers hebben. Je kunt die op diepvries kopen. Dat is niet zo verschrikkelijk erg. Er zijn sprotjes. Erger dingen in diepvries dan dat. Sprot, hetzelfde. Je kunt die ook kopen met kop en al, dat je die moet kazen.
Maar wat is dat eigenlijk? Is dat het principe van maatjes? Is dat eigenlijk een soort verrottingsproces dat daar, of niet? Allee, dat klinkt negatief, hè? Maar... Het is niet hetzelfde als maatjes, maar het is wel iets in die richting. Anchovies behandelen ze ook zo, hè. Dat is dus zouten en opstapelen. In geval van sprot wordt die ook nog lichtjes gerookt. Allemaal dingen die ze vroeger nodig hadden om hun eten te kunnen bewaren, hè. Maar sprot, ik heb dat altijd zeer lekker gevonden. Je moet daar wel heel erg mee oppassen. Als je dat er wat te lang op voorhand bij doet, bij zijn stomp, dan begint hij echt zo... Wow. Precies naar de slechte gerookte naring te proeven. Dus je moet de laatste moment even mee. Hè. Je weet, met stomp heb ik iets. Ja. Ik heb dat altijd geweldig eten gevonden. Ik eet dat ook graag. En ik vind niet dat... Kokkie Saint-Jacques, Sint-Jacobschelpen, kunnen zeggen... Dat is uiteindelijk is dat chic eten. Hè. Dat is niet goedkoop. En dan, ik vind niet dat stoort dat je er dan een heel goedkoop ander ingrediënt... Eigenlijk zo'n sprot kunnen zeggen, dat is een beetje gemeen. Ik vind dat niet. Ik vind dat kan. Echt, in cuisine kan hij zo. Wij zitten hier mee... Een overschot aan krap, niet normaal. Als je dat er allemaal wat in doet... Ja, ik heb nog veel sprot. Nee. Andere sprotjes eet ik ook graag. Dat doet mij op een of andere manier aan mijn grootmoeder denken, maar ik weet eigenlijk sprot. Ook niet... Ja, ik weet ook niet waarom. Die mensen hadden dat veel meer als waar. En vroeger, ik weet dat niet of dat nu nog is, ik ben niet zo'n kustbezoeker, jij gaat dat misschien beter weten, maar vroeger in goeie viswinkels lag de sprot, die gerookte sprotjes, in grote rieten manden. En die waren allemaal zo in een waaier. Dat heb ik niet meer meegemaakt. Niet meer meegemaakt, dat zal dan voor de eerste wel rog geweest zijn. Nou, ik eet dat graag. Ik ook. En die zijn niet, ze zijn niet heel intens, hè, deze? Moet... Dat is hier een vuil potteke geworden. Hè. Dat is overstroomd en alles. Ik ben daar een goed, beetje verlegen voor. Dat is mijn verantwoordelijkheid, Jan, maar ik ben er een beetje verlegen voor. Zie een keer. Goh. Worden jij in je keuken vroeger zo'n maniak? Voor sommige dingen wel. Zo voor orde en netheid? Maar altijd, anders kun je niet overleven in een keuken. Anders kun je niet overleven. Ik heb ook nog ooit, ik heb zelf nog niet zoveel gedreven, met een chef gewerkt en die ging liefst... De middag voordat je een halve dag sorteert, ging je naar beneden in de ijskast en jij was verantwoordelijk voor het stuk. En die ging in die ijskast en die deed de deur rechter dicht, het licht uit en die stak zijn hand daar. En als hij zijn hand zo het stak, moest hij dat hebben. En als hij zijn hand daar het stak, moest hij dat hebben. En als dat 10 centimeter verkeerd stond, konden we een halve dag congé vergeten. Wat brengt dat mee? De mens wordt iets ordelijker. Maar dat is wel heel, heel belangrijk in een keuken ook. Want nu, met die nieuwe hygiënenormen en zo... dat is zeer belangrijk, hoort me dat niet zeggen. Hè? Maar feitelijk werd dat vroeger ook al gedaan. Dat was niet altijd technisch zo goed onderbouwd, maar een goede chef in zijn keuken die was continu bezig met de versheid van zijn marchandise en wat er was binnengekomen en in hoe staat was binnengekomen. Dat was niet zo van, laat dat allemaal maar komen. Hè? Maar alleen zo pot ik het zou niet gekund hebben. Er gebeurde wel eens erger dingen. Het is maar water, hè. Het is maar water. We hebben nog 11 minuten. Dat is heel comfortabel. Hè? Als jij denkt dat die klaar zijn, ik zal die Sint-Jacobschelpen ja, nog heel even, denk ik. Nog een minuutje. Ja, laat de beestjes eens zien, Jan. Voilà, ze. Ik ben al blij dat er wat meer krap is, want thuis gaat er waarschijnlijk ook weer niet veel vinden. Dat is voor de nolentaan te vullen, hè? Ja, maar ja, maar. Ik weet niet hoeveel volk dat we verwachten hier, Sebes. Ja, waarom maken wij dan altijd maar één bord? Ja. Waarom beslissen we dan niet ineens van 4 borden te maken? Nee, maar één. Ja, maar ja. Het is beter voor mij ook. Dat het... Ah ja? Ja. Ik eet alles op anders. Maakt het er zorgen over? Mijn lijn? Ja. Oh, toch wel een beetje, ja. Ah, zorgen, ik moet daar wel op letten, ja. Bij mij, als er geen eten is, heb ik geen probleem. Maar als het er staat, dan moet het op. Dus alles ik heb wat een probleem staat, met mijn BMI. Ik wil niet meer groeien. Nou ja, ik zou graag nog wat groeien, maar dat gewoon... Je bent niet te zwaar, maar je zit te klein voor je gewicht. Voilà, ja. Oh, gaat het er nu zo schoon roosterknop op grillen? Zo? Even kadriëren. We zullen zien, hè, want dat is dikwijls al wat te veel. Die mogen niet te veel hebben, ook niet.
Wat denk jij van uw aardappelen? Ah, wel, ik ga die katgezien nog een minuutje vullen. Ik denk dat ze klaar zijn. Ja. Oké. Okay. Ik laat die helemaal aan u over. Hè. Afgieten, ja. Even laten opdrogen en dan gaan we ermee verder. Hè. Nog maar ietsje meer. Het is geen niet simultaan te maken. Ja, moeilijk. Hè. Zo, hopla. Dus je nu een kleine test in grillpan, hè? Of een frituur, hè? Zonder ingebouwde... Voilà. Ze kunnen mij in het vervolg verwittigen als je vuur hebt gemaakt. Ja, in een frituur moet er iets meer afstaan. Ik heb al gezien dat ze erop tuffen ook, hè? Ja. Maar dat is niet de bedoeling, dat was zeker? Toch niet in de keukens waar ik gewerkt heb. En als het zo was, dan zou het ook niet zeggen nu waarschijnlijk. Goed, allez, ik ga hier in stompen, hè, Jan? Ja, zeer goed. Ik moet zeggen, ze voelen nog een beetje korzelig aan mijn gabel. We zullen het erop houden dat ze al dente zijn, hè? Dat is iets waar dat heb ik ondervonden al. De jonge generatie chefs zitten wel moeilijk mee, dat is met cuissons. Er wordt zoveel over cuisson gesproken. Als je in een restaurant tegenwoordig een appoint vraagt, dan moet al wel op de strepen gaan staan voordat je hem krijgt. Meestal is hem een signaal. Ja, maar ja, er zijn ook restaurants waar je niet meer zelf je bakwijze mag kiezen. Hè? Ja, ja. Dan staat er op de kaart, dit vlees wordt enkel signaal geserveerd. Ja. Ja, dat kan allemaal wel zijn, maar als je nu goestingen in appoint... Ja. Ik bedoel, ik vind dat je dat nog altijd zelf nog doet. Boter, toch, hè? Ja. Hier staat een beetje boter. Gert doet er ineens een beetje room bij. Wacht. Met die room gaan we nog iets doen. We hebben toch tijd, hè? Ja. We gaan... Een beetje room... Zo, een beetje liaison, maar we gaan er een aardedooier bij doen. Maar we gaan dat mengen met die room, want anders gaat die aardedooier hard worden. En dat is niet de bedoeling. Voilà. Een liaison. Voilà. Oh, man. De technische termen vliegen hier weer in. Ja. Allee, neem mag erbij. De liaison. Mag erbij. Dan zou ik zeggen, bekijk de smaakjes even, wat je zegt. Maar ja, die sprotjes gaan natuurlijk nog veel zout. Dus qua kruiding... Het is erom, met zout moet je heel hard oppassen, hè. Zo. Die kokkies, is dat goed? Dat die mogen nog heel... rosé is het verkeerde woord, maar die moeten niet te gaar zijn van binnen. Hè? Mag nee, maar ja, zeker. Oké. Ik zou zeggen, wat moet ik hier nou om proeven? Ja, nee, maar ja, je kunt toch pas proeven als die een dwaze sprot erin zit. Ja. Daar ben ik dan toch benieuwd naar dat te proeven, die sprot. Ik heb dat nooit gegeten. Puree met sprotteur. Zo. Echt curieus. Ik ook. Alleen, niet dat ik het nog goed heb. Ik vind dat een moeilijke voor... Het is heel afhankelijk of je nog een stukje sprot mee eet of niet, of dat hem te zout is. Moet er nog wat bij doen, sprot? Zou je er nog wat meer sprot in willen nemen? Want voor mij mag er nog bij.
Ja, van mij ook. Jawel. En waarschijnlijk, als hij nu even staat, gaat hij dat zout van die sprotsen eigenlijk niet te lang staan. Niet te lang. En ook niet meer beginnen opwarmen. Nee, zeker niet. Absoluut niet. Nog wat buidozen. Ja, dat is toch speciaal. Allee, goed, hè? Ik moet zeggen, ik vind dat heel lekker. Waar dat er ook heel goed bij is, heel simpel gezet, dat is een gekookt eitje. Ja, en hij, dat mag bij mij overal... Ja? Nou. Dat is het lekkerste wat er is. Mijn vrouwke brengt mij 's morgens geregeld een wit doosje met boter en dan gewoon een spiegelijken. Oh. Dat is, ja. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik heb nog niet zoveel gebracht. Ah, ik breng dat gewoon. Ja. Jij zit ook de kok, hè. Zijn we het ermee eens? Ja. Ja? Goed. Kijk, nu heeft hem geen zeker zout niet meer nodig. Hè? Nee. Als jij dan de dingen er wilt bij doen... Niet te veel, zeker. De... Alhoewel, ja, maar als ze erin zit, zit ze erin. Dat is ook goed. Hè? Ik zou hem er allemaal in doen. Ja? Ja. Dat is een rijkelijke saus. Ja. En dan hadden we een groot bord. De borden, dat is iets. Dat gaan mee borden doen we niet meer aan mee. Dat is niet... beter direct. Gewoon direct op de pot. Ja. Wat hebben we hier? Vierkant bord? Nagelijk. Nee, dat is geen bord eigenlijk. Hm? Zijn dat onze borden hier? Bert? Ja? Nee, dat vind ik met de kliever zo gewoon. Ja, dat dacht kijk, ik ook. Zo. Voilà, dat klassiek, een klassiek perfect. Bord. Even om Bert vragen, die je natuurlijk nog altijd... Versta. Wacht even. Ik zou zeggen, voilà. Meng het even. En proef dan zelf al eens. Dat is de gerust. Hè, dat je... Ja, ik zie eigenlijk al dat dat goed gaat smaken. Moet ik goed zien? Ja, dat is goed. Mag ik sprotje bij? En die krab, dat werkt wel heel goed samen met die... Met die saus. Dit is toch een gerechtje dat de calorieënteller van naar boven gaat schieten, denk ik, Jan. Ik kan het niet weten. Ik weet amper wat dat is. Dus. En of dat glutenvrij is, dat weet ik ook daar niet. Daar durf ik ook niks op zeggen. Ik heb voor het moment alleen een lepel, dan word ik geen calorieënteller. Waar ik die calorieën aan ga. Je kunt altijd zeggen, in het huis van de gehangenen spreekt men niet over de koorten. Ja, voilà. Maar kijk eens terug, ik heb zelf kuikenrol. Dat vind ik wel belangrijk, dat die kokkies, dat die niet uit... Dat er niet te veel nat of vet uitkomt. Nog 2 minuutjes, we zitten weer perfect op schema. Het is eigenlijk akelig hoe goed dat ons timing is. Ja, goh, het ziet er precies uit of het is gerangeerd ervoor. En was het lekker nu, maar het was wel juist op tijd. Nee, het trok op niks, maar het was wel pil op dat vuur. We hebben het in de 2 resterende minuten gewoon in de voorbak gekregen. Niet eten, maar wel op tijd. Nee, mannen, dit is... Deze zijn van die dingen dat jij nergens nog kunt eten, hè, Jan. Het is geen restaurant waar ze dat nog doen, hè. Dat komt wel eens terug. Dat komt wel eens terug. Alles komt terug. Zonder enige te veel nostalgie. Dat is een zeer bescheiden pureetje. Ja, dat is goed. Maar dan zetten we er wat bij voor de mensen dat ze nee, kunnen dat vind, bij, ik altijd, dat vind ik hier altijd het moeilijkste. Ah, ja, gewoon zo. Ja, maar gewoon zo. De vorige keer stond het ook al niet goed. Ja, maar ik ben streng. Kijk, dat is dat enige waar ik nog iets... Voilà. Ik vind dat je dat vandaag redelijk zeker. Zelfstandig allemaal gedaan hebt. Oh, zie een keer. Dat is het een en het ander, hè? Allee, Jan, jij moet het afkondigen. Ja, wat ligt er op het bord? Dat zijn kort geroosterde Sint-Jacobschelpen. Een klassieke béarnaise met verse kinkrab doorgesneden en een stoemp, een ouderwetse stoemp, maar met een beetje lenteuitjes en vooral met versneden sprot bij. That's it. Verrassend. Ik heb alle ingrediënten apart al geproefd en ik kan zeggen, dat bord gaat er zelfs aan. Dus zeker een aanrader om thuis ook eens te maken voor alles. U houdt, net zoals ik, van de rijkelijke keuken. Hè? Moet de niet altijd. De Bourgondische keuken. Ja, van de Bourgondische keuken. Zeker doen. Ja. U kunt het recept vinden op njam.tv. En ik zou zeggen smakelijk voor onszelf dan. En voor u ook, als u het zou klaarmaken. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende Garde van Gert. Tot ziens.
Oh, oh. Er liggen nog wat van die... Ik heb nog wat kokkie Saint-Jacques over. Ik heb nog stomp over, ik heb kokkie Saint-Jacques over, ik heb nog saus over. Mm.